kan soms gewoon dagen hebben van het is me allemaal te veel. Maar aan de andere kant doe ik superveel dingen tegelijk. Schrijf ik en schilder ik en whatever. Dus dat is ook een contradictie. En zo, ik denk van ja, ik wil echt alleen zijn. Ik ben toch het gelukkigst als ik met rust gelaten word door anderen. Ja. Maar ik heb ook anderen nodig. En heel vaak nood aan een gesprek en een gevoel van verbinding of zo. Dus... En het is zo van, ja, ik wil dan naar Brussel verhuizen en ik wil dan alleen echt in een stad wonen. Niet te dicht bij Gent, niet te dicht bij mijn ouders. Maar ja, ik heb wel platteland en frisse lucht nodig of zo. En het is zo, alles is zo'n contradictie. En de ene dag denk je van, ik voel mij nu echt zo. En de andere dag zo. Als je echt gaat inzoomen, kom je bijna altijd tot de conclusie dat iedereen tussen alle twee zweeft. En dan vond ik toch ja, een inzicht dat mij is gekomen van je kunt nog zoveel nadenken als je wilt. Je gaat toch nooit een antwoord, of een duidelijk antwoord vinden.